Een heel goeie avond. Ons land houdt op dit moment behoorlijk goed stand in de coronacrisis. Zeker als je dat vergelijkt met andere Europese landen. Maar als we dat zo willen houden, dan moeten we heel streng zijn voor vakantiegangers. Zeker nu er vanuit het Verenigd Koninkrijk een variant van het virus de ronde doet die besmettelijker is dan degene die we al kenden. De experts die ons land adviseren over corona pleiten daarom voor strenge regels voor wie uit vakantie in het buitenland terugkomt. Omdat het risico heel groot is dat men in het buitenland toch in contact komt met het virus. Nu, dat kan inderdaad in eigen land ook, maar het risico is natuurlijk groter om met andere strains in contact te komen. En met name ook de Britse. Omdat ja, op plaatsen die nu populair zijn, Zwitserland, de Canarische eilanden, daar gaan mensen uit heel Europa naartoe. En vaak ook uit Groot-Brittannië nog. En dat het risico op besmetting in het buitenland groter is dan hier bij ons, dat blijkt ook uit de cijfers. De afgelopen 7 dagen hebben er in ons land per 100.000 mensen 109 positief getest op corona. In vakantielanden zoals Spanje en Portugal waren dat er 147 en 245. En ook wintersportlanden doen het slechter dan wij hier. Frankrijk had 149 besmettingen per 100.000 inwoners. Oostenrijk 159, Italië 170 en Zwitserland maar liefst 334. Bewoners van service flats of assistentiewoningen krijgen voorlopig geen coronavaccin, tenzij die woning fysiek verbonden is met een woonzorgcentrum. Heel wat kwetsbare ouderen vallen daardoor uit de boot en daar maken ze zich grote zorgen over. Waar we ons momenteel bevinden, hier komt de verbinding tussen het woonzorgcentrum en de assistentiewoning, zoals u ziet. Momenteel zijn we aan het verbouwen. En doordat die fysieke verbinding er op dit moment nog niet is, kunnen we mensen niet meenemen in de eerste vaccinatieronde. Concreet, de 78 bewoners van het rusthuis krijgen midden januari al het coronavaccin. Dag, Etienne. Ja, ja. De 11 bewoners van de assistentiewoningen, zoals Etienne, moeten heel waarschijnlijk wachten tot in april. De coronaspuit, ik zou dat graag hebben, hè. Zo rap mogelijk. Ja, iedereen is bang van te sterven. En ik ben, zit in de vuurlinie, hè, de oude mensen. Dus om me nog een kans hebben met een spuitje. Hè. Want net als iedereen verlangen de bewoners naar een versoepeling van de maatregelen. Paula kijkt er naar uit om weer eens samen te kunnen zijn met haar 5 kinderen. Ronnie dronk een duiverke, Kurt dronk een supilairke, elk was hier aan, want dat was vreugdig. Bij het rusthuis begrijpen ze dat er keuzes moeten gemaakt worden, maar ze vinden het toch heel jammer voor de 11 bewoners van de assistentiewoningen. Een van de coronalaboratoria in ons land is gehackt. Het gaat om het Algemeen Medisch Laboratorium van Hoboken. Daar worden elke dag 3000 coronatesten verwerkt. Maar door de hack ligt dat werk nu stil. De hackers hebben de computers geblokkeerd. En ze vragen los geld om meer toegang te geven tot de informatie die erop staat. De hackers zouden wel geen informatie hebben kunnen stelen. De Computer Crime Unit van de federale politie onderzoekt de zaak. Kroatië is voor de 2e dag op rij getroffen door een aardbeving. Vandaag had de schok een kracht van 6,4. Gisteren was er al een beving van 5,2. Het epicentrum lag bij de stad Petrinja, op zowat 50 kilometer ten zuiden van de Kroatische hoofdstad Zagreb. Er vielen al 5 doden, daarbij ook een meisje van 12 jaar. Tientallen andere mensen raakten gewond. Dit zijn beelden uit het centrum van Petrinja, onmiddellijk na de aardbeving. Eens het stof is gaan liggen, wordt duidelijk hoe groot de schade is. De burgemeester van het stadje spreekt van een onvoorstelbare ramp. Verscheidene mensen werden van onder het puin gehaald. Een definitieve balans is er nog niet, maar volgens voorlopige cijfers vielen er tientallen gewonden en zeker 5 doden. Net na de aardbeving volgden er nog verscheidene naschokken, zoals tijdens het commentaar van een tv-journalist. Het is al de 3e keer dit jaar dat Kroatië wordt getroffen door een sterke aardbeving. Behalve gisteren was er ook al in maart een zware aardschok.
Het is nu helemaal officieel. De Kroaat Ivan Leko verlaat Antwerp. Leko was er pas sinds deze zomer trainer, maar beëindigt nu per direct zijn contract, omdat hij een lucratieve aanbieding van een Chinese club op zak heeft. Onder leiding van Leko won Antwerp in augustus nog de beker van België. Het overwintert ook Europees, versloeg in eigen huis Tottenham en staat op dit moment vijfde in de competitie. En dat succes valt blijkbaar op in China. Shanghai zou een riant contract hebben klaarliggen voor Leko, maar het is nog niet getekend. En wie een drone heeft of van plan is om er een te kopen, die moet straks goed kijken naar het Journaal van 7. Want daar leggen we de nieuwe Europese regels voor u uit. In grote lijnen komt het erop neer dat er meer zal mogen vanaf 1 januari. Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar overal mag vliegen met zo'n drone. Professionele dronepiloten willen dat de overheid met een campagne komt om het allemaal goed uit te leggen. En meer daarover bij Wim straks om 7 uur. Fijne avond. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.